Een goede avond allemaal. Heel erg fijn dat jullie hier allemaal zijn. Ik wil even graag jullie aandacht. Ik ga een heel bijzonder liedje spelen. Dit liedje is opgedragen aan iemand die al een tijdje niet meer onder ons is. Die ik echt ontzettend mis. Het liedje is speciaal voor hem. Ik hoop dat het een beetje helpt om hem te vergeten. Je kust me, je sust me, omhels me, gerust me. Je vangt me, verlangt me. Oneindig ontbangt me, ik roep je, je hoort me. Jouw stilte verstoort me, geloofde, verdoofde. Toen jij me beroofde van ons samen zijn. Jouw couplet, jouw refrein. Ik wiegde heel zachtjes op jouw melodie. Nu kan ik slechts dromen dat jij weer zou komen om mij te omarmen en mij te verwarmen, om bij me te blijven in donkere tijden, om mij te bewegen, jouw ritme een zegen. Mijn haren los. Je bent overal om me heen. Maar rock and roll, dit kan niet. Je was verdwenen. I'm still alive. Het is fantastisch. Niet, maar I'm still alive. Ik leef. Ik heb je zo gemist. Horen jullie mij? Achterin? Hoor je mij? Mooi. Hey, schatje. Leven de techniek. Ik ben back. Ik ben terug. Want. Leven de techniek. De techniek leeft niet meer zo, maar ik wel. Je rockt me, je shakt me, je beat, ja, die breekt me. Je grooft en je bounce me, jouw funk die ontlaunch me. Je grooft en je bounce me, jouw funk die ontlaunch me. Jouw innerlijk ritme wint mij echt op, ontspannende leven. Bomvol avontuur, jij was altijd mijn groepie, ook backstage vol vuur. Hebben jullie zin in meer rock and roll in je leven? Maar natuurlijk! Ik hoor niks. Hebben jullie meer zin in rock and roll in jullie leven? Ik hoor nog niks. Hebben jullie zin in meer rock and roll in jullie leven? Okay, ik ook. I am rock and roll. Put another dime in the jukebox, baby. I am rock and roll. Come and take a dime and dance with me. I am rock and roll. Put another dime in the jukebox, baby. I am rock and roll. Come and take your time and dance with me. Allemaal. And rock and roll's not bad. Put another dime in the jukebox, baby. I am rock and roll's not bad. And dance with me. I am rock and roll's not bad. Put another dime in the jukebox, baby. I am rock and roll. Pick another dime and dance with me. I am rock and roll. I am rock and roll.
Dankjewel, hè. Dankjewel, Squared. Sanne Groen en Koen Buman. Bedankt voor jullie introductie op Rock & Roll. We gaan het hebben over Rock & Roll. De afgelopen dagen, afgelopen zondag hebben we het gehad over seks. Gisteren hebben we het gehad over drugs. Vanavond gaan we het hebben over Rock & Roll. Dat doen we met het Zoeterbeek-programma dat over een maand Radboud Reflects heet. Nou, hartelijk welkom. Ik ben Elian Keulemans, werk bij het Zoeterbeek-programma. Ik ga jullie de spreker van vanavond aankondigen. Dat is Carly Koenen. Yo! Carly is filosoof. Ze is docent filosofie aan de Radboud Universiteit. Ze is een promotie aan het doen aan de Open Universiteit. En ze studeerde geschiedenis van de filosofie aan de Radboud Universiteit. En Carly is iemand die zich afvraagt of ze wel rock en roll genoeg is. En dat gaan wij ons straks ook allemaal afvragen. Zeker. Carly, ga je gang. Ja, dankjewel, Eliane. Hallo allemaal. Ik hoop dat ik te horen ben. Ik hoor mezelf heel erg slecht. Maar mocht je mij beter willen horen, dan ben je ook welkom om hier nog te komen zitten of zo. Of te komen staan, juichen, weet ik veel waar je zin in hebt vanavond. Goed, vanavond, waar is het ruige leven gebleven? Rock en roll. Ben ik wel rock en roll genoeg? Ik heb een column geschreven, dus die ga ik voordragen. En dat hoop ik natuurlijk zo levendig mogelijk te doen. Goed. Het is een wonder eigenlijk dat ik hier vanavond sta om iets over rock en roll te vertellen. Als ik tenminste mag afgaan op de reacties van mijn vrienden en mijn bekenden toen ik hen vertelde dat ik vanavond hier over rock en roll ga praten. En die reacties, die kan ik het beste omschrijven als twee soorten van compleet ongeloof. In de eerste plaats komt dat ongeloof voort omdat het argument dan is dat je eigenlijk helemaal niet over rock en roll moet denken. En je moet er vooral ook niet over gaan praten. Maar je moet het vooral zijn, je moet het vooral doen. Net zoals seks heeft geen zin om daarover te praten, je moet het vooral doen. Rock en roll betekent overigens ook seks of de seksbeweging die je maakt. Oorspronkelijk dan, hè. Goed, rock en roll is immers behalve een muziekstijl waar ik niet zoveel van af weet, ook een levensstijl of een mentaliteit van extase, van roes, van overgave, van complete toewijding. En eigenlijk ook van buiten of over jezelf heen treden. Waarin jij er eigenlijk niet meer toe doet en je zorgen er niet meer toe doet. En rock and roll is in dat opzicht ook heel interessant, omdat het maar liefst drie extatische momenten samenbrengt. Seks, drugs en muziek of rock and roll dus. Nou, filosofie, wat ik hier vanavond sta te doen en wat ik in mijn dagelijks leven ook doe, wordt vaak wezenlijk als reflectie beschouwd. En als filosofie wezenlijk reflectie is, dan betekent dat eigenlijk een soort afstand nemen of een heel expliciet bewust worden zijn van hetgeen waarop je reflecteert. Eigenlijk een onderscheid maken tussen jouzelf en het bereflecteerde. En dan is filosofie eigenlijk compleet het tegenovergestelde van rock and roll. Precies omdat je in de rock and roll jijzelf helemaal bent opgegaan in die roes of extase. En rock and roll is eigenlijk dat wat Nietzsche het Dionysische noemt in onze cultuur. Het grenzeloze, het mateloze. Terwijl filosoferen juist een daad is waarmee we onderscheidingen aanbrengen. Waarmee we rust nemen en afstand nemen. En juist het ongebondene aan banden leggen. Toch, volgens mij is er voor ons filosofen niet zoveel te doen als we niet op het onbereflecteerde zouden mogen reflecteren. En bovendien is de rock and roll zelf ook een hele reflectieve daad altijd geweest. Het is altijd heeft altijd ook een soort van kritische distantie en een rebellie geïmpliceerd. Dus wat eigenlijk wordt verondersteld in wat ik net heb gepresenteerd, is een soort tegenstelling tussen de reflectie en het niet bereflecteerde. Terwijl in ons dagelijks leven dat altijd eigenlijk wel samengaat. Zelfs bij ons filosofen. Om maar een voorbeeld te noemen. Ik sta hier nu en ik ben heel erg bezig met wat ik aan het zeggen ben. Ik probeer te letten op mijn intonatie en of jullie het interessant vinden en of wat ik zeg nog steeds ergens op slaat. En tegelijk werkt dit praatje alleen maar
omdat ik niet bezig ben met een afstand tussen mijzelf en datgene wat ik zeg of datgene waarover ik praat te creëren, maar mij over te geven aan de flow van wat ik nu aan het doen ben. Aan de melodie en het ritme van wat ik allemaal aan het zeggen ben. Dus ik denk ook als filosoof kunnen we zeggen, let's rock and roll. Goed, dat was één ding. De andere reden dat ik geconfronteerd werd met enorm veel ongeloof dat ik hier vanavond sta, is van een andere aard en is ook eigenlijk heel persoonlijk. U moet dan gewoon even naar mij kijken. Ik ben niet echt de belichaming van Elvis Presley of de Patti Smith die ik laatst op Down the Rabbit Hole zag of Herman Brood. Ik werd afgelopen mei 27 jaar en dat is natuurlijk een hele onheilspellende leeftijd. Maar in plaats van heel veel heroïne in te spuiten of de trekker over te halen, na een hard leven van drugs, seks en rock'n'roll, sta ik hier een beetje brak, maar wel heel springlevend voor jullie om over rock'n'roll te praten. En vermoedelijk wek ik niet de indruk, dat is in ieder geval wat ik heel erg vaak te horen krijg, dat ik born to be wild ben. En ik had een hele gelukkige jeugd. Ik leerde heel makkelijk en met plezier. Ik ging graag naar school. Ik speelde zelfs klassiek viool. Ik zat op korfbal en op ballet. En mijn zusje die daar zit, die kan getuigen dat ik zo meegaand en rustig was dat de nobele taak om je tegen je ouders te verzetten volledig op haar schouders terecht kwam. Nou goed, ik deed het gymnasium, ik ging studeren. Vervolgens ging ik promoveren. Ik deed allemaal leuke, betekenisvolle dingen ernaast. Ik had leuke vriendinnetjes, lieve vriendjes. Op mijn 23e ging ik samenwonen. Ik vond drank en drugs wel fascinerend, maar ik was altijd verstandig en gebruikte het niet of nauwelijks. Ik weet eigenlijk maar heel erg weinig van rock en roll en breng mezelf regelmatig in verlegenheid, doordat ik namen niet ken. En wel hier sta dus. En het is nog erger eigenlijk, want ik ben ook een van die 20, 30-plussers die in het weekend graag nostalgisch terugblikt op de jaren 50 door van die mooie polka-dot-jurken aan te doen en die swingende dansmuziek te waarderen. Dat verder van haar roots als jeugdige rebellie, als seksuele bevrijding en als de blending van wit en zwart had de rock'n'roll misschien wel niet kunnen komen. Dus de vraag is heel prangend, ook voor mij persoonlijk. Waar is dat ruige leven gebleven? Goed, ik ga je nog een verhaal vertellen over mijzelf. Ik ben dus nu 27. Mijn leven voelt inmiddels als een permanente existentiële crisis. Ik ben na verschillende omzwervingen uiteindelijk in een woongroep terechtgekomen. Van dat samenwonen is dus niet zo heel veel terechtgekomen. En ik eerder verzeil ik voortdurend in hele korte of langdurende amoureuze affaires. Ik speel inmiddels ook in een folkrockbandje en ik ben absoluut in mijn element, waarvan sommigen hier ook kunnen getuigen, als ik in de roes van het dansen ben, zoals ik hier deze week al zo goed heb kunnen doen en dan kan dansen tot het ochtendgloren. Ik leef op van dagen waarin een goed huisfeestje wordt afgewisseld met dat je daarna ook nog een college moet geven. En ik ben dus een fenomenoloog, wat ik niet ga uitleggen, maar ik doe onderzoek naar de waarneming of ben geïnteresseerd in de waarneming. En ik vraag me al langere tijd af of ik niet eindelijk eens die hallucinerende drugs moet gaan gebruiken om daadwerkelijk te weten wat waarneming is. En eigenlijk het leven van filosofiepromovendus, de laatste tijd in ieder geval, bestaat vooral uit het gaan van het ene naar het andere festival. Laatst sprak ik op Down the Rabbit Hole. Nu sta ik voor jullie over rock and roll en hallucinaties en dat soort dingen te praten. En in zijn hele aanbevelingswaardige roman Small World beschrijft David Lodge het academische leven eigenlijk als het leven van een rockster. Reizend van de ene naar de andere conferentie. Waar al dan niet relevante academische inhoud wordt uitgewisseld. En heel makkelijk wordt afgewisseld met extreem weinig slaap. De nodige alcohol, de nodige drugs, het ene slippertje en het andere avontuurtje. Bovendien is het ook heel erg een leven van performance. Ik sta hier toch maar vanavond voor jullie te praten. Om mezelf misschien ook een beetje in de kijker te spelen. Maar vooral ook om te delen met jullie waar mijn hart enorm naar uitgaat en waar mijn passie ligt, namelijk de filosofie. Dus rock en roll. Ik weet niet of ik jullie kan overtuigen dat ik heel erg rock en roll ben. Maar ik denk wel dat rock en roll, niet alleen mij, maar ik denk velen van jullie, dat het iets in ons raakt. Dat zowel aantrekt als afstoot. We willen zowel een beetje rock en roll zijn als niet helemaal.
U bent hier niet voor niets vanavond op de zomerfeesten. Ik weet niet, misschien heeft u ook al wel 5 dagen feesten achter de rug. Het is een beetje alsof we even onze uitgestippelde levens met een studie of werk, een huis, vrienden, hobby's, partners, et cetera, dat we daar los van kunnen komen. En dat is dus wat rock and roll doet. Een beroep op ons verlangen naar vrijheid, naar spontaniteit, naar die roes van een jong en een avontuurlijk, dynamisch, ongebonden leven, waarin niets vast ligt en alles mogelijk is. Een leven waarin geen enkele dag dezelfde is en waarin je iedere dag een nieuwe keuze kan maken. Waarin de onbekende van gisteren de vriend van morgen is. En waarin je vol passie, vol overgave en zonder je eigenlijk iets van het oordeel van anderen aan te trekken, voor die passie, en in het geval van de rock and roll meestal muziek, geleefd kan worden. Tegelijk, en dat weten we denk ik ook allemaal wel, is de rock and roll, of in ieder geval ons idee van de rock and roll, een leven waarin de kater en de verveling ook elke dag op de loer liggen. Waarin een seks- en drugsverslaving nooit ver weg zijn, waarin geen enkele zekerheid bestaat, waarin vriendschappen en liefdes zonder enige moeite als vals ontmaskerd kunnen worden. En waarin de lijn tussen nonconformisme of nonconventionalisme en loutere betekenisloze rebellie om de rebellie uiterst vaag wordt. Dus hoe spannend een rock'n'roll leven ook lijkt, het kost ook wel heel erg veel moeite. En dan wordt al snel de vraag, waar gaan we? Waar hebben we het eigenlijk over? Waarom willen we dit? Misschien is het vooral dat we denken dat rock'n'roll vooral niet voor ons allemaal en vooral ook niet voortdurend er zou moeten zijn. En het is ook niet aan ons allen gegeven om bijvoorbeeld de goden van de hemel te bespelen, zodat we ook gerechtvaardigd ons hele leven aan de muziek kunnen wijden. En dan wordt een goed uitgevoerd rock and roll leven toch ook vaak een leven wat puberaal is, wat ongezond is en vaak ook zelfdestructief als je kijkt naar de 27 Club. Wat een leven is waarin je vooral eigenlijk verantwoordelijkheden, verplichtingen probeert te ontlopen doordat je helemaal niets aantrekt van anderen. En wat een leven is waar je bovendien ook nog heel erg moe van wordt. En dan kiezen we misschien toch uiteindelijk, misschien hebben we dan die wilde pubertijd of dat wilde studentenleven achter de rug, voor stabiliteit, voor zekerheid. En dan toch blijft dat verlangen, hè? Daarom zijn we nog steeds allemaal hier, hoop ik. Dat verlangen naar een soort avontuur, als een soort noodzakelijke tegenhanger van al dat geplande in ons leven. Ja, denk maar aan de midlife crisis waar heel veel mensen schijnbaar, ik heb het nog niet meegemaakt, in belanden. En wat ik dan wel interessant vind om te zien is dat we dat onstilbare verlangen dus naar passie en naar vrijheid en naar spontaniteit, dat we dat zeg maar zo vormgeven dat we door de week bijvoorbeeld heel braaf naar ons werk gaan en daar voor onze kinderen zorgen en alle dingen moeten doen die we moeten doen. En dat veel mensen dan in het weekend helemaal losgaan, ofwel met een petticoatjurk aan, ofwel met dat pilletje en dat drankje op. En rock and roll is eigenlijk zoiets geworden voor erbij. Het is de noodzakelijke ontspanning in een heel gespannen leven. Een kortstondige ontsnapping. Waar we eventjes weer gek kunnen doen, onvolwassen kunnen zijn, de rebel kunnen voelen die we in onze jeugd misschien ooit wel waren. Is dat het ruige leven? Rock and roll op die manier opvatten en begrijpen is volgens mij veronderstellen dat het burgerlijk leven, om maar die term te gebruiken, of het geplande leven, het model zou moeten zijn van ons leven. Dat wil zeggen dat wat we eigenlijk onder leven verstaan, een leven is waarin je verantwoordelijkheden neemt en waar je plichten nakomt. Het is ook een leven dat zich in fases afspeelt, waarin wel iets wel of niet kan. Zo kun je op je 20ste wel een kort rokje aan, maar op je 50ste niet meer. En zo kun je in je puberteit wel een beetje rebelleren. Dat hoort er nu eenmaal bij. Ik heb het niet gedaan, maar het hoort er nu eenmaal bij. Maar op een gegeven moment moet je wel volwassen en verstandig worden. En dan ga je die genoemde verantwoordelijkheden nemen. Dus tot slot ook een leven dat draait om lang, gezond en succesvol te zijn. Een leven dat niet alleen in fases, maar ook heel duidelijk in stappen plaatsvindt. Waarin een steeds completer plaatje ontstaat. Van de puberteit die wild moet zijn, naar de opleiding die ook heel tof moet zijn, de beste tijd van je leven. Dan heb je die lieve partner, je mooie kinderen, het huis, de auto en daarna de kleinkinderen en het pensioen. Misschien is zeg maar die dubbelheid, dus dat burgerlijke en
dat wilde van de rock and roll de mens eigen. En kan dat harmonieuze, dat stabiele en dat zekere alleen maar bestaan met dat verlangen naar het avontuurlijk en met de weekenduitspatting. Zoals ook die weekenduitspatting eigenlijk alleen maar betekenis lijkt te krijgen, omdat ze buiten treedt, buiten het normale. Omdat ze iets is wat we normaal niet doen. Maar wat er volgens mij gebeurt in wat we, zeg maar, in dat burgerlijke kijken naar rock en roll, is dat we het extatische, de toewijding, de overgave eigenlijk hebben verbannen tot het weekend. En wat we ook doen is dat we het bestempelen als een uiting van het jeugdige, van het onvolwassen en van het onverantwoordelijke in ons. En wat we eigenlijk doen is rock en roll in het keurslijf dwingen van het burgerlijke en van het zogenaamd normale. Het is juist geen onderdeel van ons leven. We plaatsen het buiten ons normale leven. Het is niet die noodzakelijke pool van een menselijk bestaan. Maar het is iets wat we reserveren voor het weekend. Dus rock en rollen in het weekend is volgens mij de verburgerlijking van de rock en roll. Het opnemen ervan in de planmatigheid van onze agenda des levens. Je kunt nu in je agenda schrijven, dit weekend ga ik rock en rollen. Nou, misschien is er niet iets echt verloren gegaan als we het hebben over het ruige leven. Maar zijn we in onze huidige drukke levens, waarin het vooral heel belangrijk is om een hele erge, volle, drukke agenda te hebben, heel erg veel waarde gaan hechten aan vermeende verantwoordelijkheid voelen en heel erg of te weinig verantwoordelijkheid nemen. Wat bedoel ik daar nou mee? Ik denk dat we vooral heel erg veel zorgen voelen, maar niet noodzakelijk heel veel verantwoordelijkheid. Laten we wel wezen, het is ook heel makkelijk en heel veilig en heel fijn om ons over te geven aan een leven van verantwoordelijkheden en verplichtingen. Dan hoef je immers geen verantwoordelijkheid te nemen voor dat leven zelf. Om met Heidegger een mooie term te noemen, wat we eigenlijk doen is ons voortdurend vervallen tot wat hij het men noemt. Het wentelen in wat normaal is, wat van ons verwacht wordt, wat we horen te doen, welke levensstappen we horen te zetten. Wat we dan namelijk niet hoeven te doen is, en waar we dus, zeg maar, die angst daarvoor kunnen we een beetje terzijde schuiven, is namelijk zelf bepalen waarvoor we kiezen. Waarvoor we eigenlijk verantwoordelijk willen zijn en waarom we dat willen zijn. Die vraag kunnen we heel makkelijk aan de kant schuiven. Nou goed, hoe kunnen wij dan misschien nog ruiger worden? Want dat is de vraag van vanavond, van waar is het ruige leven gebleven? En is er ook een mogelijkheid om het iets ruiger te maken? En ik ga graag nog eens te raden bij die existentialisten, waar Heidegger misschien ook toe hoort. En wat zij, en Sartre is daar de meest bekende van, eigenlijk duidelijk maken, is dat onze menselijke vrijheid, die zo belangrijk schijnt te zijn in dat wat in de rock'n'roll ons aanspreekt, dat onze menselijke vrijheid om te kiezen altijd ook samengaat met verantwoordelijkheid en daar helemaal niet tegenover staat. Maar wat betekent dat dan precies, die vrijheid en die verantwoordelijkheid? Niet alleen zijn wij volledig vrij om iemand te worden en het leven op onze manier in te vullen, maar we hebben ook de verantwoordelijkheid om dat te doen. Om een authentiek of een iemand te zijn, om echt iemand te zijn, om jou te zijn en niet iemand anders. En dat betekent volgens mij ook dat je die vrijheid dus niet uit handen moet gaan geven omdat de volle agenda dat dicteert, of omdat het ideaal van het lange, uitgerekte leven dat van ons vraagt, of omdat de macht van de gezondheidscultus, dat we heel gezond moeten zijn, hetgeen is wat ons leven zou moeten bepalen. Het is een verantwoordelijkheid, volgens mij, die erom draait om ons leven zelf vorm te geven. Om ons voortdurend, het is niet iets wat je vandaag wel kunt doen en morgen niet, maar om ons voortdurend actief te verhouden tot de vele contexten en gegevenheden waarmee we omringd worden. Het is ook de onzekerheid en de dubbelzinnigheid en de onduidelijkheid die ons leven kenmerkt, tegenmoet treden. En daar vooral ook niet al te bang voor zijn en al te bang voor worden. Maar het juist tof vinden dat het zo is. Omdat het juist ons in staat stelt om er zelf vorm aan te geven. Om er zelf waarde aan toe te geven. Omdat we het lef dan kunnen hebben om de dingen te doen, omdat we ze belangrijk vinden. En omdat we dan met al die hartstocht ons eraan over kunnen geven. Als er ons iets dan ook, zeg maar, bedreigt, als ons iets bedreigt, is dat niet zozeer dat onverantwoordelijke en bandeloze van de rock en roll, die we dan om dat risico, zeg maar, uit te bannen, dat we die rock en roll dus verbannen tot het weekend, zodat het verantwoord wordt om onverantwoord te doen.
Maar volgens mij wat veel gevaarlijker is, en hier denk ik weer aan Nietzsche, is de onverschilligheid die we vaak eigenlijk als antwoord hebben geformuleerd op de waarheid dat er misschien geen zin is in dit leven. Of in ieder geval geen zin van tevoren, maar dat we die zelf moeten maken. En ik denk dat de rock'n'roller, die zich wijdt aan zijn passie voor de muziek en zich niets aantrekt van de hoeveelheid vinkjes die hij al op de zogenaamde bucketlist van een burgerlijk leven heeft gezet, dat die ons dat heel duidelijk maakt dat het ook anders kan. Dat we ook zelf ons leven kunnen vormgeven en dat we dat kunnen doen met hartstocht en met welverschilligheid. Dat dingen wel een verschil maken. En dat we de moed moeten hebben om ook ons leven zo in te richten en zelf te kleuren. Goed, uiteindelijk wil ik niet concluderen dat ik nu kan zeggen wat het zou zijn om een rock'n'roll leven te leiden of zo. Dat zou ook daarmee in tegenspraak zijn dat je zelf je leven moet vormgeven. Ik denk dat de roep om ruigheid in die zin ook niet per se een roep is om nu meer seks en drugs en drank te gaan gebruiken. Mag wel, maar dat hoeft dus niet. Het is niet mijn idee van je moet zo gaan leven. Maar het is volgens mij wel heel belangrijk om af en toe na te denken, en dat doen we nu natuurlijk, en dat past ook heel erg bij de filosofie, over hoe hartstochtelijk en hoe verschillig wij leven. En ook vooral hoe passieloos en hoe onverschillig wij soms ook leven. Laten we dus de rock'n'roll niet reduceren tot een soort verantwoorde onverantwoordelijkheid, maar ons erdoor laten inspireren. Het kan het hele leven betreffen. En dat leven kan vurig en gepassioneerd geleefd worden. En om te eindigen met dan misschien een rock'n'roller, maar daar heb ik dus geen verstand van, maar een mooi citaat van Neil Young. It is better to burn out than to fade away. Dank jullie wel. Dankjewel Carly. Dankjewel voor jouw mooie verhaal. Rock'n'roll. Rock'n'roll die we vooral in het weekend praktiseren. Ik vroeg mij af, jij zegt iedereen verlangt er wel naar om wat rock'n'roll in zijn leven te brengen. Maar kan je eigenlijk wel een beetje rock'n'roll zijn? Is het niet alles of niks? Ja, ik denk ten dele dat dat wel waar is. Zeker als je zeg maar echt het beeld van de klassieke rock'n'roller, Herman Brood. Wie noemde ik nog meer? Iggy Pop, die zag ik laatst ook. Dat is best wel een verlept lijf. Maar goed, zo iemand bijvoorbeeld. Dus dat zo'n leven, dat het heel moeilijk is om dat een beetje te leven. En rock'n'roll heeft ook wel iets in zich van je bent het of je bent het niet. En als je erover na gaat denken of je het bent of dat je het wilt zijn of zo, dan past het eigenlijk al niet meer bij wat rock'n'roll is. Maar wat ik eigenlijk vanavond en ook wel, ja, ik denk dat, zo heb ik ook een beetje de vraag vanuit Zoeterbeek opgevat van, ja, wat is het nou in die rock'n'roll of zo, wat ons ook zo aanspreekt. Ook al die mensen die zichzelf misschien niet als een klassieke rock'n'roller zouden willen zien of die zo'n leven kunnen of willen leiden. En ik ben daar zelf ook iemand van. En toch heb ik ergens van, ja, die rock'n'roll spreekt me wel aan. Ik vind het toch beledigend als ik dan niet rock'n'roll genoeg ben. En mijn vraag was eigenlijk van ja, waarom is dat nou eigenlijk zo? Wat vind ik daar zo belangrijk aan of zo? En in die zin, in die meer bredere zin, kunnen we denk ik wel een beetje rock'n'roll zijn. Ja, ik heb nog wel, ik weet niet of ik door mag. Het andere punt is, en dat is eigenlijk wat ik duidelijk wil maken in dat praatje van, je kunt zeg maar, het gaat er vooral om rock'n'roll niet zeg maar, dus te verbannen tot het weekend. Omdat dat volgens mij heel erg het burgerlijk leven als uitgangspunt nemen is. Dus ik wil niet zeggen dat je misschien voortdurend in roes moet zijn. Voortdurend muziek moet maken en dat soort dingen. Maar het zijn wel twee elementen van ons leven waar we op de een of andere manier een balans toe moeten zoeken. En volgens mij is de oplossing niet om te denken van, ik doe het gewoon in het weekend of zo. Dan kan het wel. Ja. Ja. Als we nou kijken naar de oude rock'n'rollers. Dan vraag je je ook af, is het echte rock'n'roll leven zoals het was, is dat wel vol te houden? Is het dan niet een keuze tussen ofwel helemaal naar de knoppen gaan, is het een zelfvernietiging, of inderdaad die burgerlijke aanpassing? Ja, maar enerzijds wel. Ik bedoel, ik denk dat sommige voorbeelden wijzen dat ook wel uit, dat het op een gegeven moment zo werkt. Maar wat ik wel interessant vind, is dat wat ik wel
op een bepaalde manier burgerlijk vind, is dat erachter zit het ideaal van je moet zo lang mogelijk leven en je moet zo gezond mogelijk leven. En je kunt je ook afvragen van ja, wie heeft dat nou bedacht of waarom zou dat moeten of zo. Is dat iets wat wij moeten doen? En waarom moeten we dat eigenlijk? Waarom? Ja, misschien omdat we... Ik weet niet of er een morele verklaring te geven is. Of een moreel antwoord te geven is. Een filosofische verklaring misschien? Een filosofische verklaring. Daar moet ik even over nadenken. Waarom we... Ja, omdat we eigenlijk zo gezond en lang leven en succesvol zijn? Ja, ik weet niet zo goed waarom dat zo is. Omdat het leven heel leuk is. Dat is de enige reden die ik kan bedenken. Maar dat is niet heel filosofisch. Een filosofische verklaring. Gaan we even over nadenken. Ja, ga ik even over nadenken. Wie heeft er een vraag aan Carly? Een opmerking. Mijn collega Robert die heeft een microfoon en die brengt die naar Loïc. Je hebt zo net filosofen eigenlijk als heel braaf en abstract voorgesteld, hè? Maar ik moest eigenlijk direct denken aan Diogenes en de Cynici, die eigenlijk een belichaming waren, eigenlijk bij rock'n'rollers van hun tijd, die op de marge, op de rand van de samenleving gaan staan, publiekelijk masturberen en zo van die zaken, ook eigenlijk heel ongezond leefden, om mensen juist iets filosofisch bij te brengen. Zie je iets in die redenering van de filosoof als rock'n'roller? Ja, ik denk dat ik dat voor ten dele ook wel heb proberen te suggereren. Ik denk dat een filosoof best rock and roll kan zijn. Of als er een rock and roll leven kan zijn. Omdat het vaak wel mensen zijn die zich... Ik weet niet of ik nou... Dat het in ieder geval ertoe leent om een leven te wijden aan iets wat je heel belangrijk vindt. Namelijk filosofie of de waarheid of wijsheid. Of wat je die liefde voor wijsheid uit... leven en uit te dragen. Dat het daarbij niet per se belangrijk is om bijvoorbeeld... laat ik het zo zeggen. Ik denk dat de filosofie en de rock en roll beide wel een soort kritisch vermogen hebben om te denken van datgene wat andere wat het burgerlijk leven... Ik gebruik het nu natuurlijk heel erg als een soort label, maar wat het burgerlijk leven zeg maar voorstaat, om daar vragen bij te stellen. Dus de filosofie heeft ook van oudsher... wordt het vaak voorgesteld als iets wat vanzelfsprekendheden probeert te bevragen en wat geen genoegen neemt met wat normaal wordt gevonden en wat... En ik denk als je dat daadwerkelijk uitleeft, en de vraag is of filosofen dat altijd doen, maar dat Diogenes is een heel goed voorbeeld van iemand die dat wel doet. Sowieso Griekse filosofen meer in het algemeen. Maar als je dat serieus neemt, dan zou je dat, ja, waarom niet? Ja. In die zin kan ik me dat wel voorstellen, ja. Ja. Oké. Iemand anders nog? Ik heb nog wel een vraag. Rock and roll, zoals we het in de jaren 60 hebben leren kennen en zoals het zich ook toen ontwikkeld heeft, was eigenlijk in de kern iets als, dat heb jij zelf ook gezegd, je afzetten tegen het gezag, je niet willen vastleggen, iets als extase zoeken. Als wij ons nou afvragen, vandaag de dag rock and roll zijn, is dat dan per se in rock and roll muziek te vinden? Of is dat verzet tegen het gezag of dat zoeken naar extase misschien op een heel andere manier te vinden? Waar zijn we eigenlijk echt rock en roll vandaag de dag? Ja, dat vind ik wel een moeilijke vraag, maar wel een goede. Ik vind het een moeilijke vraag, omdat ik me ook niet helemaal misschien de persoon voel om dat te beoordelen. Omdat ik nooit zo'n jaren 60 rocker ben geweest en die vergelijking heel moeilijk vind te maken. Net werd al gesuggereerd dat de filosofie wel rock en roll zou kunnen zijn. Wie weet. Maar er zijn... Extase en verzet. Wat zeg je? Extase en verzet. Ja. Nou ja... Oh, sorry. Ja. Daar moet ik even over nadenken. Ik weet niet of je suggesties hebt of dat het publiek suggesties hebt. Dat is misschien ook wel een interessant vraag. Echt rock en roll? Wie voelt zich nou echt rock en roll? En waarom? Ja, wie voelt er zich nou iets meer dan een beetje rock and roll? Wie voelt zich rock and roll? Niemand. Heel weinig. Ik denk dat niemand... Kijk, dat is het ook, hè.
Kijk, als je rock and roll bent, dan misschien dan zeg je dat ook niet of zo. Dat is een beetje het punt. Van, het is ook iets wat je niet echt van jezelf kunt zeggen, maar wat je gewoon uitdraagt. Wat je bent. In die zin is het een levenshouding. En dat hebben we net ook wel een beetje met die... Ja. Zou je levenslang rock and roll kunnen zijn? Als je kijkt naar de rock and rollers van de jaren 60, die nou oude mannen zijn geworden. Ja. Vinden we dat nog steeds rock and rollers? Of is het toch verbonden met jeugd en overgave en snelheid? Nou ja, als ik voor mezelf spreek, ik denk dat die nog steeds wel rock and roll. Dat je best je hele leven rock and roll kunt zijn. Tenzij je vindt dat je leven tot. Dus heel lang moet duren of heel gezond moet zijn. Maar dat is iets anders, denk ik. En ik denk dat de levenshouding die ik probeer heb te duiden, of wat mij daar in ieder geval in aanspreekt, dat wel iets is wat je hele leven kunt. Volhouden. En wat misschien ook de enige manier is om van dat leven dus echt een eigen leven te maken. En, nu ben ik een beetje afgeleid. Wauw. Wie nog? Wie kan hier overheen komen? Ik niet. Nee, jij niet. De muziek wordt nu te hard. Dit wordt echt rock and roll. Ja, misschien moeten we zeg maar dan maar klassiek gaan rock and rollen en gewoon gaan dansen en zo. Veel plezier. Ja, bedankt Carly. Ja.